Het wedstrijdschema tijdens de Almere Amsterdam Challenge van 2019 gaat er anders uitzien dan de andere jaren. Dat komt omdat het WK Triathlon in 2020 in Almere wordt gehouden, zegt wedstrijdleider Richard Belderok. Ja, we gaan een beetje schuiven met wat uh, programma-onderdelen. Um, om ons inderdaad voor te bereiden op dat wereldkampioenschap 2020. Uh, in in die 2020 hebben we een week lang uh, allemaal WK's en om die, uh, die druk alvast uh, een beetje te verspreiden en daarop voor te bereiden. Gooi het programma om. Wat we gaan doen is het programma aanpassen dat uh, de Junior Challenge, die voorheen op de vrijdag was, die verplaatsen we naar de donderdag. Uh, daarbij uh, in de namiddag uh, plannen we de business relay in, die de afgelopen jaren altijd op de zondag was. En op de zondag nemen we voor de komende twee jaar afscheid van de Eredivisie Triathlon, waardoor eigenlijk de zondag uh, eigenlijk geen evenementen meer zijn, behalve dan de prijsuitreiking en een mooi feest om onze vrijwilligers te bedanken. En zo wat meer ruimte en rust er is in het, uh, in het programma. Ja, je merkt nu dat dat uh, vanaf 2019 de focus meer verschijnt naar de donderdag en de zaterdag. Vrijdag wordt ook iets rustiger. En de zondag, uh, wat je net zei, dat verdwijnt eigenlijk helemaal. Uh, waarom is daarvoor gekozen? Ja, met het oog op het WK krijgen we om de dag zeg maar, een wedstrijd. Dus dan is er een dagwedstrijd, een dag rust, een dagwedstrijd een dag rust. Dus dat patroon willen we alvast doorvoeren, zodat, het, uh, ja, zodat er zo min mogelijk wijzigingen zijn naar 2020 toe. En we ons dan op de andere wijzigingen kunnen richten die er gaan komen. Uh, die we ja, waar we ons ook moeten gaan voorbereiden. En uh, ja, uh, daar de organisatie zo, uh, zo, zo goed mogelijk alvast kunnen voorbereiden, zodat, dat, uh, zodat het zo soepel mogelijk gaat. Er gaat de komende jaren meer gebeuren, want 2020 is er een WK. 2020 2019 een EK Long Distance, dus het zijn twee bijzondere edities. Uh, gaan er nog andere dingen anders plaatsvinden dan de afgelopen jaren? Nou, eigenlijk uh, willen we gewoon doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen. Dat is op dit moment succesvol gebleken. Uh, we krijgen steeds meer aanmeldingen voor deelname. En nu al heel veel vraag voor dat WK in 2020. Uh, dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk proberen juist het bij hetzelfde te houden. Uh, de Triathlon van Almere is bekend om, uh, ja, vanwege deze uh, manier van werken. En dat houden we graag uh, zo vol. De Almere Amsterdam Challenge wordt gehouden van donderdag 12 tot en met zondag 15 september.